Hi, ik ben Stephanie Kramer, trainer van Biodroga. En ik ga vandaag Lydia een peelingbehandeling geven met Biodroga. Biodroga is sinds kort helemaal vernieuwd, helemaal over naar Clean Beauty. Daar hoort ook een nieuw peelingconcept bij, dus daar wil ik Lydia heel graag kennis mee laten maken. Lydia, wat zijn je wensen voor je huid? Wat minder grove poriën in de T-zone. Stevigheid en wat meer rust in mijn pigment. Ik heb wel een gevoelige huid en een pigmentgevoelige huid. Ja, oké. Ik denk dat het verstandig is dat we een van de zuren gaan pakken die juist heel effectief is tegen de pigmentatie. Om dat proces een beetje te verstoren zodat de huid egaler wordt. Dat is tegelijkertijd ook eentje die heel prima kan bij een wat gevoeligere huid. Dus dat komt perfect samen. En welke zuren ga je gebruiken? Want jullie hebben er best veel. We hebben er best veel, ja. Ik ga een combinatie maken van drie. Ja. Dat kan ik jullie zo ook laten zien. Ja. Het wordt een laag gedoseerde glycol, ook voor de poriverfijning. Vervolgens wil ik lactobionzuur pakken, omdat die heel geschikt is bij gevoeligheid. En het beste past bij een aanstaande vakantie hier die eraan komt. En dan als laatste amandelzuur, want dat is echt een topper als het gaat om pigmentatie. Ja. Clean Beauty voor ons betekent de formules zo zuiver mogelijk. Het weglaten van ingrediënten die twijfelachtig zijn, die niet goed voor de huid zijn of niet goed voor het milieu, hè, niet afbreekbaar. Ingrediënten zoals parabenen, siliconen, geurstoffen. We hebben echt een heel uitgebreide lijn wat volledig parfumvrij is. Oh, dat is mooi. Dus dit zijn de drie zuren die ik heb uitgekozen voor Lydia. Glycolzuur in 20%, lactobionzuur in 20% en dan de amandelzuur in 20%. Lydia, voel je al wat tinteling of prikkeling? Een heel licht prikkeltje. Okay. Je doet niet zo vaak peelings, hè, Lydia? Ik heb nog nooit een peeling gehad. Oh. Laat ik je dat vertellen. Echt? Ja, oh, dus je krijgt dit voor niets een beetje nerveus. Ik heb je krijgt nog nooit je vuurdoop. Gedaan. Ja. Oh, het is zo lekker. En het weghalen, dat moeten we altijd in twee stappen doen. Dus we doen nu eerst een compress met water. En daarna gaan we werken met een echte neutralizer. Om zeker te weten dat de zuren stoppen met werken. Wat wel heel fijn is met de vernieuwing naar onze nieuwe zuren toe, is de neutralizer verandert van samenstelling. Voorheen werd de huid echt heel heet als je hem gebruikte. En nu is het meer een kalmerend gevoel geworden. Dus wat dat betreft heb je geluk dat je onze zuren leert kennen nu na de vernieuwing. Dit is onze Microlift Sheet Masker. Gaan we de huid kalmering geven door Dermapiece. Dat is een plantencomplex. We gaan de barrièrefunctie nabootsen door middel van biopolymeren. En we hebben een anti-aging effect hierin met peptides. Dus dit is de perfecte kalmering en anti-age werking na de zuurbehandeling. Je hebt nog een masker meegenomen. Ja, dat klopt. Dus je kan ook kiezen voor onze 360 graden sheet mask. En deze die is ook wat intenser qua hydratatie. Dus juist als je die focus daarop wil hebben, ook hier hebben we mooie peptides in. En in deze zit het Zwarte Woudcomplex. Dus echt unieke ingrediënten uit het Zwarte Woud in Duitsland om de huid weer in balans te brengen en tot rust te brengen. En wat zit er in dat Zwarte Woudcomplex dan? Dat is toch met varens en zo? Ja, klopt, klopt. Dus daar zitten een drietal mooie ingrediënten in. We hebben varen, we hebben mos en we hebben vlierbes. Ja. Lydia, je vertelt me net dat je echt, je huid ziet er zo, nou, zeg het woord maar. Wat voel jij? Ik voel een beetje een soort aanspanning in mijn huid. Ja. En het voelt heel fris, sprankelend. Maar ik heb natuurlijk nog niets gezien. Nee.
Maar het is inderdaad wat je zegt, die aanspanning, die zie ik dus ook. Ik ben nu de dagcreme aan het aanbrengen. Welke is dat? Ik heb gekozen voor de Ultimate Lifting dagcreme voor de normale huid. Ja. Misschien dat het voor haar lekker is om in de avond een rijke textuur te nemen voor de droge huid. Maar nu hebben we de huid al zoveel ingrediënten gegeven dat veel meer dan dit ze niet nodig heeft. Firming eye cream is de next step. En Lydia vertelt dat ze de aanspanning nog steeds voelt, maar dat zal ook wel even aanblijven, Stephanie. Ja, het is echt bedoeld om, nou in ieder geval een hele dag, want zodra je weer je huid gaat reinigen, dan breek je de bond van de biopolymeren en dan heb je nog het diepte-effect van de ingrediënten, maar dan is die directe lifting, die is eraf. Dan als laatste stap de zonbescherming. Zorg ervoor dat je die netjes gebruikt, niet te dun. En deze mag je ook gedurende de dag bijsmeren. Dan mag je zelf eens even kijken wat je ervan vindt. Oh, wauw. Je bent er stil van, Lydia. Ja, ik ben er helemaal stil van. Zie je nou wat er... Wow, zo glad. Ja. En wat een peeling doet, hoe mooi geëgaliseerd het is. En glad inderdaad ook. Dus nu weet je het, en alle vrouwen in Nederland, laat je huid regelmatig peelen. Het hoeft helemaal niet zwaar te zijn. Er zijn hele mooie combinaties te maken. Ga lekker naar een Biodroga specialiste toe, schoonheidsspecialiste, Biodroga MD. Kijk dan hoe blij ze is. Ja, mooi. Ze kan niet stoppen met kijken. Nee.